I would like to order a pizza, please, to pick up. Zo, daar zit ik dan. Wat zou ik daar nou over zeggen? Nou, het worden wel een charmante video. Welkom bij deze nieuwe video. Video naar mijn hart, durf ik wel te zeggen. Ik had het al aangekondigd op Instagram dat ik een video wilde maken over het eten van pizza. Ik eet dat best wel regelmatig. De mensen die de blogs en de video's een beetje volgen, die zien regelmatig pizza's voorbij komen. Je hebt ook allemaal wel zo'n fase, toch? Waarin je gewoon iets helemaal voelt en ergens onwijs veel trek in heb en gewoon wat vaker eet. Nou, dat heb ik met pizza. Die fase duurt eigenlijk ook al best wel lang. Ik krijg daar best wel eens vragen over. En die snap ik heel erg goed. Want als je een eetstoornis hebt of als je aan het herstellen bent van je eetstoornis, kan pizza best wel een ding zijn. Dus ik snap dat dat ja, voor velen een verboden product is of iets heel groots of heftigs of... Ja, dat het niet gewoon pizza is. Net zoals dat eten met eetstoornis niet gewoon eten is vaak. Ook al gaat het over veel meer dan dat. Maar goed, daarom deze video. Ik ga hier ook inmiddels een beetje aan beginnen. Voel je ook vrij om deze video te gebruiken als iets om op te zetten als je zelf een pizza wil eten. Dat we dat toch een beetje samen doen. Daar hebben we meer video's over gemaakt trouwens. Waarin we met jullie lunchen. Of waarin we met jullie de eetbuidrang uitzitten. En dat is ook een beetje hoe je deze video kan zien. Hoeft niet, mag wel. Ik heb een pizza Ortolana. Van mijn favoriete pizzeria aan de overkant van de straat. Wat zit er allemaal op? Echt van alles, wat zit er niet op eigenlijk? Tomatensaus, mozzarella, parmezaanse kaas, courgette, artisjokken, aubergine, ui. Kruiden, olijven. Eigenlijk alles wat ik lekker vind. Mmm. Lekker. Ja. Goed, ik vroeg jullie dus op Instagram voor wat input voor deze video. Vragen die jullie hadden over het eten van pizza, maar ook... Oh, zie je, ik heb nu al, kan ik dit niet zo heel goed tegelijk. Of gedachten die jullie hebben bij het eten van pizza. Wat natuurlijk het allergrootste ding is. En ja, gedachten die vaak niet rationeel of waar. Maar voor jou wel, die je tegen kunnen houden of die je bang kunnen maken. Die natuurlijk altijd een beetje verbonden zijn met... verboden producten. Zo, nou, ik laat het even bij deze stukjes hoor. En dan ga ik even zo verder. Want ik vind het maar gedoe. Kijk, het is dan dus zo slap. Dus hoe doe je dan zo'n punt, hè? Dat lukt me dus niet. Daarom doe ik het eigenlijk altijd met zijn vork. In ieder geval zo die binnenste stukjes die echt het allerlekkerste zijn. Want anders valt het gewoon, glijdt het eraf, valt het uit elkaar. Ik zie al dat dit een zootje wordt. Oh, hij is wel echt lekker. Super lekker. Als ik pizza eet, dan word ik dik. En dan is alles verpest. En dan kan ik net zo goed een eetbui hebben en compenseren. Ja, dat is wel een heftige gedachte om te hebben. En een hele,
hele herkenbare gedachte. Ja, vooral omdat je dus eigenlijk meteen in die ene zin al heel duidelijk aangeeft wat er voor gevolgen zitten aan iets eten. En los van dat je niet aankomt van de maaltijd, dat daar dus wel alleen het idee al geeft jou het gevoel, dan is alles verpest en dus kan ik beter een eetbui compenseren. Zoveel voeding voor je eetstoornis. Dat je dan maar helemaal de handdoek in de ring moet gooien. Ik moet altijd denken aan een uitspraak die ik Irene ooit heb horen zeggen. Als er een bord kapot valt, moet dan het hele servies maar tegen de muur of zo. Dat is eigenlijk wat je natuurlijk doet dan. Door je eigen oordeel erover. Voelt het verpest? En is het echt verpest? Kun je je ook afvragen. Ik mag maar één keer per dag kaas. Dus als ik 's avonds een pizza wil eten, mag ik geen kaas meer bij de lunch. Ja, al die eetregeltjes. Dat is ook zo'n eetstoornisding, die regels. Die... Als je even uitzoomt of je hoort het iemand anders zeggen, dat je denkt dat een regel. En die worden zo normaal. Je denkt er niet eens meer over na. Want kan het echt wel helpen om die gedachten op een rijtje te zetten of uit te spreken of met iemand over te hebben. Want die regels zijn puur bedacht voor je eetstoornis om maar controle te willen hebben. Nou, het worden wel hele charmante video's. Het kan bijna niet anders. Oh, lekker. Ik ben bang dat mensen vinden dat ik me aanstel en me niet serieus nemen met mijn eetstoornis als ik een pizza eet. Ja, dat is echt ook zo vervelend aan die eetstoornis. Dat je iets te bewijzen hebt ofzo. Een eetstoornis is niet meer of minder door die keuze die je op dat moment maakt om iets te eten. Het gaat om wat er in je hoofd gebeurt. In je hoofd is het waarschijnlijk alles behalve gezond. Alles behalve, valt wel mee. Alles behalve, gaat wel prima wat ik eet. Plus het is een extra handvat voor je eetstoornis om jou maar op een bepaalde plek te houden. Want je moet je wel zo gedragen. Anders ziet niemand dat je een eetstoornis hebt. Terwijl dat zit dus in je hoofd. Een hele stomme cirkel is dat eigenlijk. Een pizza was voor mij wel een heel groot ding. Wat ik heel spannend vond om te eten. Maar ik heb ook eetbuien gehad waarin ik heel veel pizza's kon eten. Periodes gehad waarin ik daar echt heel erg veel troost in vond. Dus is het dan een goed teken dat je pizza kan eten? Dat is zo dubbel. Dat zegt ook maar des te meer dat je niet daaraan af kan zien hoe het met je gaat. Het is belangrijk om zonder angst te kunnen te durven eten. Maar vooral natuurlijk om die achterliggende oorzaak aan te pakken. Want ja, voor mij heeft het al zoveel verschillende vormen gehad. Dat je daar helemaal niks aan kan aflezen. En nogmaals, je hebt echt niks te bewijzen. Bevat echt veel meer calorieën dan een gemiddelde maaltijd. Dat is een feit. Ja, ik denk dan meteen, er zijn heel veel grote maaltijden, toch? Het is één maaltijd. Het idee dat je aankomt van één maaltijd, dat is gewoon niet waar. En betekent dat dan automatisch, omdat het meer is dan een gemiddelde maaltijd, dat jij dus ook te veel eet? En betekent dat automatisch ook dat je dus, als je een keer wat meer eet, dus aankomt? Of dat het dus niet nodig is of zo?
Je hebt de ene keer ook meer trek dan de andere keer. Het is alleen maar fijn dat er grote maaltijden zijn en kleinere maaltijden. Zo ongezond is pizza, zo ongezond. Kijk, zie je, dit gebeurt er dan dus, maar eet wel echt lekker. Ja. Zoals met alles is het goed om te variëren. Je eet niet elke dag patat, je eet niet elke dag pizza, je eet niet elke dag alleen maar boterhammen. En het is ook niet goed om elke dag alleen maar salade te eten. Toch gewoon een maaltijd die je in een heel gezond eet- en leefpatroon zeker kan eten. Ook iets in mijn tanden. Oh, ik ben echt aan het knoeien. Ja, dat wil je dan hè, op bed. Tegenwoordig is het een trend dat heel veel pizza's worden gemaakt op basis van groentebodems. Dit kan best een eetstoornis trigger zijn. Hoe ga ik ermee om en waar baseer ik dan mijn keuze op? Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Dat je dan denkt, dat is dus beter of zo. Ik denk dat dat een kwestie van smaak is. Dat het inderdaad ook een trend is, toch? Dus dat iets volgens mij in calorieën nul verschil hoeft te maken. Maar dat het een trend is dat iets een bepaalde kleur heeft. Of een bietenbodem. Dus dat is dan roze. Dat is ook leuk en hip. En dat verkoopt misschien wel. Zonder dat het echt in voedingswaarde hoeft te verschillen, toch? Dat idee heb ik in ieder geval. Hoe ga je om met de collectieve overtuiging of mening dat je als vrouw niet meer dan een paar stukjes mag eten? Echt een super goede vraag. Daar vind ik nogal wat van. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Laatst besefte ik me hoe het erin is geslopen dat we het hebben over ik heb een beetje gegeten. Heb je honger? Ah, een beetje. Of heb je al gegeten? Nou, een beetje maar hoor. Ik denk dat dat een beetje over hetzelfde gaat. Inderdaad, dat je als vrouw een soort van heb je niet. Dat heb je wel, maar alsof het niet hoort. Dat je gewoon echt berenhonger heb of echt de allergrootste pizza heb gegeten die er bestaat. En man, wat was het lekker. Dat is best een lastig iets. En het is ook heel gek. Je hebt gewoon een lijf en een maag en energie nodig. En je hoeft niet minder te eten dan een man of dan een andere persoon. Of die groter is of kleiner is. Of je mag gewoon eten naar waar jij behoefte aan hebt. En waar je zin in hebt. En naar wat je nodig hebt. Ja, toch proberen te doen wat voor jou goed voelt. En daarvoor moet je denk ik zelf die grens over. Dus elke keer dat je gewend bent om die paar stukken te laten liggen, toch, en je wil eigenlijk nog, toch dan een keertje doen. Door dat niet te doen, hou je in ieder geval voor jezelf in stand dat is hoe je moet gedragen of dat is hoe je moet eten. En waar ik zelf achter kwam is dat ik dat ook heel erg zo deed en heel erg geloofde. En daar heel erg mee bezig was wat dan anderen vonden. En toen ik dat niet meer deed, kwam ik er pas achter. En die andere interesseert het echt helemaal niks van hoeveel of weinig ik eet. Ik maak dat heel belangrijk. Maar dat interesseert je echt niet. En dat is een heel fijn opgelucht gevoel. Dus daarin kan je denk ik maar beter de focus op jezelf houden. Des te relaxer wordt het ook met anderen. Als het jou op een gegeven moment lukt om echt te doen wat goed voelt voor jou. En wat je lekker vindt natuurlijk. Wat doe je als je vol zit van die pizza? Eet je dan door? Of stop je als je verzadigd bent? Ik ga nu wel deze hap nemen, want nu heb ik echt een lange manden. Oké. Nou, het verschilt hoor. Even denken waar het dan in verschilt. Ik eet ook wel eens door als ik eigenlijk ook wel genoeg heb gehad.
maar het gewoon heel erg lekker vindt. Als je in een restaurant zit of zo. En ik, ja, ik heb ook wel genoeg, maar ik heb nog een paar stukken en die vind ik nog heerlijk. Die wil ik ook graag nog. En ik stop ook wel als ik verzadigd ben. Als ik gewoon echt genoeg heb gehad en helemaal content en blij ben. En ja, dan vindt mijn vriend het heel lekker om dat laatste stukje van mij nog te pakken. En dan ben ik daar ook helemaal oké mee. Sowieso is honger en verzadiging iets wat in herstel echt moet herstellen ook. Dus dat dat zoekende is, dat is echt niet gek. En ook dat het onzeker voelt of zo, dat is ook echt niet gek. Dat je dan een keer dooreet, terwijl je dacht, oh, ik zat eigenlijk wel vol. Of dat je gestopt bent omdat je dacht, dit is vast genoeg. En dat je eigenlijk merkt, ik had ook nog wel wat bijgepunt. En dat had ik ook wel gewild. Dat is ook een zoektocht. En dat is ook alleen maar goed om dat aan te gaan. Ik vind het moeilijk om een hele pizza op te eten als anderen dat niet doen. Dan voel ik me een vreedzak en alsof ik een eetbui heb. Ja, dat herken ik wel. Dat is echt iets heel geks natuurlijk. Want het is ook vooral door dat oordeel wat je er zelf aan hebt gehangen. Oordeel dat jij iets opeet, iets zegt over... Ja, waarover allemaal eigenlijk? Over je persoonlijkheid, over alles wat jij bent en wie je bent en wat je gaat worden of juist niet. Terwijl je eet eigenlijk alleen maar een paar stukjes eten op. En ik in mijn geval een paar stukjes kattenhaar. Ja, je hebt allemaal iets anders nodig. Allemaal andere honger op dat moment. Je kan het ook niet vergelijken, dat zeggen we wel vaak. Je kan het ook helemaal niet vergelijken met iemand anders. Heeft gegeten die dag of juist niet. En de link die je legt met een eetbui, dat is natuurlijk jouw ervaring. Heel logisch dat dat zo meteen, dat jij gelijk dat gevoel hebt wat daarbij hoort. Terwijl het is geen eetbui. Zo veel calorieën. We hebben best wel wat geschreven en ook eerder een video gemaakt over calorieën tellen en daarmee stoppen. En ook over de angst om aan te komen en hoe je daarmee omgaat of zelfs dat langzaam los kan laten. Pak die er ook bij, zou ik zeggen. Bij mij kwam dat vooral voort uit dat ik daar zo obsessief mee bezig was en het zo telde en dat zo groot werd in mijn hoofd. Oké, het is dan een grotere maaltijd. Net zoals dat je misschien dat hebt met een kapsalon of met een... Ja, dan verschilt het ook weer helemaal wat je erop doet. Ja, die focus daarop, die maakt het dus zo groot en zo belangrijk op een dag. Maar wat is die dag nou in je week? In de maand? In een jaar? Dan valt dat toch helemaal weg als je een fijn... gevarieerd eetpatroon hebt, dan past daar gewoon een pizza in en dan is een grotere maaltijd, dat vangt je lichaam echt op. Daar word je niet meteen dik van. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Als ik een pizza eet, dan heb ik zo'n opgeblazen gevoel, wat nooit meer overgaat. Ja, dat kan wel zo voelen, hè. Het volle gevoel kan ook zo eng zijn als je een eetstoornis hebt. Dat is zo wat je misschien dik laat voelen en mislukt en gefaald en dat je voor altijd aan gaat komen. Dat had ik heel erg, terwijl je gewoon vol zit. Dat is het. Ik heb je maag gevuld en die is dat aan het verwerken. En verder is er niks gebeurd van de hand. Maar zelf is dat zo anders. Goed om dat natuurlijk uit te dagen en dat aan te gaan. Om jezelf te bewijzen dat alles altijd zakt. Letterlijk, je eten zakt. Maar dat gevoel en die emotie erover, dat zakt ook weer. De paniek en de angst omheen. Ja, het is niet fijn om doorheen te gaan, maar dat niet doen, houdt het ook in stand. Nou ja, houdt het totaal in stand. Waarom ging ik dit ook noemen met die jurk? Wat een slecht idee. Compenseer je dan niet overdag? Als je... Weet dat je pizza gaat eten. Nee.
Want ik weet dat die pizza niet niks gaat veranderen aan mij. Aan mijn lijf. Of aan mij. Dat het niet uitmaakt. En bovendien ga ik pizza eten als ik natuurlijk zin heb in een pizza. Anders had ik wel iets anders genomen. Dus ik wil niet. Ik wil niet dat het minder is dan wat het is. Of dat het anders is dan wat het is. Want ik heb trek in die hele maaltijd. Als dat natuurlijk spannend is, dan wil je dat misschien compenseren. Of jezelf een veiliger gevoel geven. Maar uiteindelijk kan dat dus echt minder spannend worden. En heb je niet een veilig gevoel nodig. Of een soort vangnet aan calorieën. Die je dan ergens anders weghaalt. Omdat het niet meer voelt alsof dat nodig is. Maar dat is wel echt een lastige weg natuurlijk om daar te komen. Hoe heb ik dat nou gedaan? Dat is toch oefenen. Zo onbevredigend antwoord altijd. Er is niet één. Nou, en toen deed ik dat. Of toen hoorde ik die tip. En toen was het allemaal anders. Zo werkt het niet of zo. Het is echt oefenen en blijven proberen. En in het begin veel pizza-avonden met vrienden of vriendinnen. Dan werd het ook iets gezelligs. En ik zag hen pizza eten. Nou, vond ik dan toch wel chill. Juist om het bewijs te hebben en te kunnen afkijken bij anderen die dat ook deden. Omdat het iets normaals werd om te eten. Hoe vaker je dat doet, hoe vaker je die uitdaging aangaat, juist door het te herhalen wordt het minder spannend. Minder een ding. Minder bijzonder. Want het is gewoon eten. Vond je eetzorgen fijner als je de pizza zelf had gemaakt? Ja, toen zeker wel. Maar niet alleen pizza, eigenlijk alles. Dat is dan toch de controle die je wil houden of zo. Ik had het daar ook in een video met Irene over. Dat wantrouwen naar andere mensen, dat is echt ziek. Nou goed, dat ben je ook. Heel veel van de dingen die je instuurde gingen ook over. Ik word er dik van. Het is te veel. En ik denk dat het ook zo gaat over die irrationele, maar hele heftige eetstoornisangsten die om dat eten zijn gaan zitten. Nou, daarna heb ik dat wel aardig losgelaten door niet echt meer te gaan koken en vooral heel veel af te halen. En nu vind ik koken wel weer heel leuk, dus dat kan ook allemaal veranderen. En dat is ook helemaal goed, denk ik, dat je daarin ook een soort onderzoek aangaat voor jezelf. En dingen gaat ontdekken en je smaak ontdekt en de controle weer loslaten en andere keuzes weer maken en jezelf bewijst dat dat niet erg is en er niks ergs gebeurt. Is het niet ongezond om zoveel pizza te eten? Of vaak pizza te eten? Ja, ik heb niet het idee dat ik daardoor ongezond eten of een ongezonde levensstijl heb. Als je gevarieerd en gebalanceerd eet, dan kan een pizza daar prima bij. En dat doet niet af aan de vezels, de groenten, de fruit, de voedingsstoffen, de granen, de zuivel wat je de rest van de dag ook binnenkrijgt. Ik ben ook wel heel benieuwd wat jullie helpt om het eten wat je spannend vindt of wat zelfs verboden is, hoe je dat wel aangaat of hoe je het toch probeert te eten. Wat jullie daarbij helpt. Ik kan me voorstellen dat het prettig is en leerzaam en motiverend om van elkaar te lezen. Dus laat dat vooral achter in reacties. Er gaat toch ook niks boven eten in bed. Ja, je bent er wel van of niet van. Ik ken ook mensen die het echt verschrikkelijk vinden, maar ik vind het heel relaxed. Wie bewaart ook altijd de lekkerste stukjes tot het eind? Ik wel. Ik vind het eigenlijk jammer dat het laatste stukje is. Ik heb ook genoeg, ja. Maar ook jammer. Want ook lekker. Nou, dat schade valt onwijs mee. Lekker.
Oké, dat was lekker. Ik hoop dat jullie er iets aan hadden om met mij pizza te eten. Of om misschien je vragen of je gedachten voorbij te hebben zien komen. Ja, ik hoop dat het je motiveert om, als je dat wil en als je het lekker vindt en als je ervan houdt, om dan pizza te eten. Of dat een keertje te bestellen of in de oven te gooien. En dat vooral te doen zonder dat het je dag en je stemming te veel beïnvloedt. En kijk wat jij daarvoor nodig hebt. Dat geldt natuurlijk voor elke uitdaging die je aan wilt gaan en elke stap die je wilt zetten. Uiteindelijk is die hele verdeling van gezond, ongezond, helemaal niet realistisch als het gaat over eten en keuzes die je maakt. Ik denk dat leven met een eetstoornis het meest ongezond is. En dat het juist heel gezond is en fijn en vrij als je met gezonde gedachtes af en toe een pizza kan eten. Dus eet smakelijk. En tot de volgende keer.